Een goedemorgen terug vanuit Lille. We wonen in het dorpje Lille. Dat is een klein dorpje in de Kempen. Niet zo erg als je dat niet kent. Niet Lille van Rijssel. Niet in Frankrijk. Hè. We wonen in Lille in België. In de Kempen, zoals ik zeg. En... Amai, eventjes buiten adem. Ik ben vandaag aan pakketjes geweest. Echt, waren er heel veel. Zo gaat dat, hè. We hebben heel veel pakketjes. Ja, het is weer decembermaand, hè. Het is pakketjesmaand. Komt van alles aan. En één pakketje gaan we nu vandaag al openmaken. Ik denk dat we ze allemaal gaan openmaken. Maar dit gaan we nu eerst openmaken. Allee, ik had niet zelf openmaken. Ik had jullie laten openmaken. Ik heb een cadeautje besteld. Ik ben heel benieuwd of dat ze het leuk vindt. Kan je al zien wat het is? Ja, van een Disney Store. Ja, inderdaad, de Disney Store. Komt helemaal uit Engeland, uit Londen. Oké. Okay. Heb ik iets besteld? Oh, amai, met mijn kop. Met mijn kop hier tegen die balk. Mag ik het al open doen? Ja, je mag het open doen. Waarom krijg ik een cadeautje? Het is een vroeg kerstcadeautje. Oh, kijk, hoe mooie doos. Hey. Leuk, hè? Ja, kijk toch. Oké, okay, ben heel benieuwd. Het is een vroeg kerstcadeau. Hè? Oh, kijk! Wauw! Mooi, hè? En nog iets. We vragen een hele grote Mickey. Amai zeg, krijg ik hier al veel cadeaus? Ja. Dat is wel een bijzondere Mickey. Die is eentje van... Daarmee steun je ook Make-A-Wish. Als je die gaat kopen, dan steun je Make-A-Wish mee. Ja, dat is, een heel bijzondere. Ja. Heeft een, heeft een leuk logootje ook zo. Oh. En heeft hier ook zo een, een oor eraan genaaid. Ja. En ja. De gedachte daaraan is dat je deze moet bijhouden. En dan later, als je kinderen hebt, moet je die doorgeven. En zo moet die eigenlijk steeds maar blijven doorgaan. Okay. Dus heel belangrijk om die bij te houden. Oké. Ja. En ook nog een hele mooie Stitch. Ja. Eigenlijk gezegd, die Stitch had ik niet bijbesteld bij de Mickey. Die kreeg ik er gratis bij. Dat was een actie toen. Ja, ik kon kiezen. Ik kon kiezen uit een paar bepaalde figuurtjes. En ik dacht, ik neem Stitch, omdat je daar toch wel echt wel fan van bent. Ja, dus en dan heb ik nog twee dingen nog extra besteld. Oei, nog iets. Wat denk je dat daarin zit? Niets. Nee, ik ben daar niet. Ik hoop dat er iets in zit. Echt wel een leuke doos trouwens ook. Ik zou, ja, ik heb toch doos kunnen lang inkleuren. Ik zou dan denken, ik neem een kerstbal. Ja, wie weet, wie weet. Of een... Ja, ik of wat? Of wel een mug, want die staat mooi. Ja, je weet. Je weet. Kan ook. Het zit goed ingepakt in ieder geval. Precies. Om de spanning op te bouwen. Zit er wel iets in? Ah, kijk. De drie caballeros. De drie caballeros, inderdaad. Ja, met onze kerstboom. Ja, het is een mooie, hè? Ja, een hele grote ook. Oeh, leuk. Ja. Ja, dit jaar hebben we natuurlijk dan niet meer een Disneypark kunnen bezoeken om een kerstbal te kopen. We hebben toch een nieuwe kerstbal. En dit ook nog. Ja, nog één misschien wel. Wat denk je, welk figuurtje zou je leuk vinden om een speciale kerstbal? Misschien Coco of Stitch of... Ik weet het niet. Moeilijk. Ja. Of iets nieuw, ik weet het niet. Iets van een nieuw figuurtje, ja. Wie weet. Dit is wel iets groter, precies. Iets groter, ja. Het is ook iets groter, die bal, ja. Ik denk dat je die wel heel leuk gaat vinden. Het is een gloednieuwe. Leuk! Kijk! Zo mooi! Mooi, hè? Oh, mooi! Echt heel blij mee. Het is een muziekje bij. Ja. Echt tof. Ja, kijk. Ja, het zijn twee heel bijzondere kerstballen. Ja. Die je nu momenteel kan kopen op de Disney Shop. Ja, dankjewel. Ben je blij mee? Ja. Heel blij. Leuk, hè? En een van de pakketjes was ook nog onze kerstkaartjes. Kijk eens hier, we zijn dit jaar gegaan voor gepersonaliseerde kerstkaartjes. Als het mensen wil scherp stellen. Kijk, zie. Kijk. Jij nou en ik kennen kerstman. Mooi, hè? En zo een hele mooie tekst. Op naar 365 nieuwe dagen met 365 nieuwe kansen. En we hebben nog een tweede. Dit hier. Merry Christmas en Happy New Year. Opnieuw met een gepersonaliseerde foto.
En dan ook nog een tof tekstje erbij. En daar zijn we nu al aan bezig, hè? Het is nooit te vroeg om kerstkaartjes te sturen en zeker in deze periode vind ik dat toch wel belangrijk dat mensen toch al een beetje sneller het licht zien, zeg maar. Ja. En dat kunnen we dat gewoon mooi oplossen met deze oplossing. We hebben daar besteld bij Kaartje To Go. Mooi ontworpen, mooi geschreven. Kijk, ik ga hier een blootje in geschreven maken. Is het niet, het is geprint, hè? En we steken hem mooi in een envelop. En kan het naar de post. En dan hebben we ook nog een mooi stickertje om het te verzegelen. Ja. Kijk, met zo van die sneeuwvlokjes. Ja. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Het is heel kersterig, hè? Maar ja, het is ook wel typisch aan een kerstkaartje natuurlijk. Het is kerst, hè? Ja, leuk! Ja, en weet je, je begint direct in de sfeer te komen. Ik heb eigenlijk zo nu toch wel tijd gaan worden dat we dit bovenaan zetten. Nee. Ja, zo zien dat ze nog. Ja, morgen kan het niet, want morgen moet ook al oppassen. Ah ja. Dus dan is het misschien toch verstandig. Ja, morgen moeten we babysitten, het is waar, ja. Maar, dus ja, nee, misschien daarna. Want als een kindje zou komen en zit in die boom, dan wil ik niet mee maken. Nee, het is dat. Allee, ik ga nu eerst de kaart afwerken. Een avondwandeling. Ja, dat is alweer een tijdje geleden dat we echt zo s'avonds nog even... Ah, het is eigenlijk geen avond. Uiteindelijk ons kot zijn gegaan. Maar het voelt wel zo avond dat het allemaal aan het ondergaan is. Het is een namiddagwandeling. Half vijf. Ja, om half vijf. Ja, in de zomer is nu nog volop zon. Ja. Allee, als het mooi weer is, als de zon schijnt. Maar dan is het in ieder geval beter weer dan nu. Het is nu maar een beetje sober. Maar toch droog. Het is lekker. Rustig. Ja, dus weer, nog wel zacht weer. Ja. Het is dat, het is nog sava eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb niet echt te klagen. Nee, zeker niet. Nee. Ja, als we al kunnen klagen over het weer, dat wil zeggen dat we inderdaad niet veel te klagen hebben. Niet anders, we kunnen klagen. Zeker niet. Nee, maar ja, vandaag echt eigenlijk een dag dat we heel wat in orde aan het maken zijn geweest. Heel wat. Ja. Foto's aan het maken zijn, dus ook nog voor op ons Instagram-account. Ja, ja, ja. Met de kaartjes ook nog eventjes bezig geweest. Met de kaartjes ook nog bezig geweest. Pakketjes, ja, cadeautje. Eigenlijk een hele drukke dag weer. Heel erg veel pakketjes. Echt onze hele auto dat je zoveel vol met allemaal pakketjes. Ja. Op allemaal nog verschillende plaatsen nog eens moeten gaan ophalen. Want nee, klopt. Ja, PostNL komt wel ergens anders aan als die post. We hebben het al gezegd, morgen hebben we er geen tijd nog voor. Nee. Want we hebben nog een heel deel pakketjes nog niet uitgepakt. Maar morgen hebben we echt geen tijd voor. Want dan moeten we eventjes babysit spelen. Hè? Ja. Onze neefjes komen. Hè? Ja. En, allee, hoe noem je dat eigenlijk? Ja. Waar wij tante en onkel van zijn. Tante en oom. Dus wie komt er? Rohan komt en Kilian. Ja. Daar ben je een meter van zelf, van Kilian. Ben ik meter, ja. Ja. Die komen morgen spelen. Dus spelen, ja. Kilian is nog een babytje. Ja. En Rohan die komt inderdaad spelen. En Kilian zou ook wel spelen, hè, maar op zijn manier waarschijnlijk. Normaal gezien zou eigenlijk morgen mijn mama op hun oppassen. Ja. Maar dat gaat momenteel niet, want mijn mama heeft morgen een operatie aan haar schouder. Want ze heeft heel erg veel pijn in haar schouder. En dat gaan ze nu morgen bekijken en opereren. Ja. Maar... daarom komen ze maar bij ons spelen, hè. Dus dat is gaan, leuk, hè? We gaan er wel goed voor zorgen. Het is wel lang geleden dat we nog een keer echt gebabysit hebben op dat niveau. In de zin van dat we echt het alleen moeten doen. Ja, we moeten wel zien dat ze ook wel op tijd ook wel eten hebben, drinken hebben, geënterteind worden, die pamper. Op tijd op eigenlijk het potje onze Rohan. Dus, dat gaat nog wat geven. Morgen dus in onze vlog. Ja. Kijk er wel naar uit. Het gaat een heel drukke dag worden, een heel bijzondere dag. Ja. En hoe het gaat aflopen, ja, dat weten we alleen maar morgen. Hè. Dat zien we dan wel. Maar ik neem aan dat alles wel goed gaat komen. Ik denk het op ook. Onze manier dan toch. Hè? Ja. Goed tot op morgen onze in manier. Ieder geval. Tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.